Ik geef het woord aan de woordvoerder van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, allereerst wil ik mijn uh, mede-indieners bedanken, uh, LGV, Forza, uh, Forum en het CDA. Dan, um, wij willen allemaal de woningbouw versnellen. Maar dat staat ook onder druk, want er spelen vele belangen. Als raad met het raadsprogramma wilden wij in eerste instantie gaan sturen, gaan versnellen, door na de zomer van 2022 uh, specifiek te gaan kijken op welke locaties dat kon. Maar volgens onze wethouder konden wij dit beter doen door niet naar specifieke locaties te kijken, maar door te kijken naar hoe de gemeente prioriteert. Dat is tot nu toe een ambtelijke keuze geweest en dit moest transparant gaan worden. Hier zien wij voordelen in wanneer de, trans, uh, wanneer de gemeente transparant duidelijk en compleet communiceert naar buiten wat voor een soort projecten wij prioriteit willen geven, dan kunnen ontwikkelaars, particulier, zakelijk, woningcorporaties, hier hun woningbouwinitiatieven voor Velzen ook op aanpassen, met als resultaat dat wij als gemeente meer kansrijke initiatieven behandelen en ontvangen, wat alleen maar positief en versnellend werkt voor de woningbouw in Velzen. Echter, om dat te realiseren, is een besluit om slim te bouwen, waarin wij als gemeente alleen een vage uitspraak doen over woninghoeveelheid en woningtype, absoluut niet voldoende? Zeker omdat hier allerlei factoren die mee zouden moeten wegen in een prioriteringskeuze uh, niet in worden benoemd. Zoals de haalbaarheid van een project, denk aan ligging nabij uh, een stikstofgevoelig gebied of uh, geluidsnormen, of dat een ontwikkelaar zich wil committeren aan de bouw, of. Om alvast een, een handreiking te doen richting het amendement van de Partij van de Arbeid in de ChristenUnie. Um, en hun amendement. Om uh, de balans tussen compleet nieuwe projecten en sloopnieuwbouwprojecten. Um, zijn onder andere allemaal zaken die uitgewerkt zouden moeten worden in een duidelijk beleidstuk. Naast de factoren woningaantal en woningtype. Zoals die nu al worden voorgesteld onder het scenario slim bouwen. Dit is dan ook waar dit amendement om vraagt. Dan het dictum. Uh, het voorstel als volgt aan te passen. 1. Het college de opdracht te geven om uiterlijk eind 2023 te komen met een beleidstuk: Prioritering woningbouwlocaties, waarin de volgende zaken worden meegenomen en uitgewerkt zijn. A. De ingeschatte haalbaarheid van een woningbouwlocatie. B. Of er al een ontwikkelaar is voor een woningbouwlocatie. En in hoeverre deze bereid is zich te committeren aan bouwen in ruil voor prioriteit van de gemeente. En C. Dat locaties/slash uh, ontwikkelaars die in het verleden prioriteit hebben gekregen, deze prioriteit behouden, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om die prioriteit weg te nemen. Twee, als wens mee te geven over het op te stellen beleidsstuk in beslispunt 1: a. Dat dit een beleidskader is waar het voor ontwikkelaars duidelijk uit op te maken is waarom zij wel of geen prioriteit hebben gekregen, zodat zij hier ook hun voorstellen en acties op kunnen aanpassen. B. Dat als relevante zaken uit het Rekenkamerrapport Woningbouw in Velzen komen, deze ook mee te nemen in het beleidstuk. Dank u wel, Voorzitter.